We gaan eerst naar Maaike Timmerman, want er staan nu veel meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. En veel experts hielden hun hart vast, hè? Wat zou die coronacrisis doen met de huizenmarkt? Zou die het weer op slot gooien? Nou, niets blijkt minder waar, want er is meer aanbod, hè? Er staan dus meer huizen te koop dan voor de crisis. Het aanbod is met 34% gestegen. En er worden ook meer huizen verkocht. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Funda en ook van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. We hebben net even de voorzitter van de MVM, Onno Hoes, gesproken over waar dit nou aan ligt. Mensen willen nog steeds een huis kopen, gelukkig in deze tijd, omdat ze best vertrouwen hebben in hun eigen toekomst en hun eigen baan. Het is best zo dat een aantal sectoren die veel in de publiciteit, zoals de horeca, een aantal contactberoepen, die zeggen ja, we weten niet zeker of we het gaan overleven. Maar een heel groot deel van de Nederlandse economie draait gelukkig door. En zeker de industrie heeft enorm op top gedraaid de afgelopen maanden. En dat betekent dat heel veel mensen die nog steeds zeker over een inkomen hebben en zich ook realiseren dat een prettige woonomgeving ontzettend belangrijk is, omdat je meer dan ooit je woning gebruikt ook om te werken en om te recreëren. Nou, meneer Omtzigt, dit gaat dan over de cijfers die we nu zien. We hebben wel vaker gezien, ook bij de huizenmarkt, dat die klap later komt. Wat verwacht u? De huizenmarkt is nog steeds krap. Wij zitten nog steeds constant te vragen van bouw nou voldoende woningen. Er zijn nog steeds grote problemen met betaalbare woningen in grote steden. Ja. En die krapte, ja, dat betekent gewoon nog steeds te hoge prijzen en een krappe markt. En dus wel dat mensen nog blijven zoeken. Ja, bezuinigen op horeca kan. Je kunt zeggen van ik ga eens een paar weken niet naar de kroeg, maar je hebt wel een woning om in te wonen. Dus daar hebben we een grote aanbodbeperking. En we moeten ook opletten in zo'n crisis dat dat niet erger wordt, want daar heb je na de crisis nog meer last van. Dus stijgende prijzen zijn niet alleen een teken dat het goed gaat met de woningmarkt, helaas, of dat het goed gaat met de economie, maar kunnen ook nog een teken zijn dat er gewoon te weinig woningen gebouwd zijn in Nederland.